Hey, en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Op mijn Instagram heb ik een poll neergezet met daarin de vraag of ik dit zou kiezen of dat ik dat zou kiezen. A.k.a. dilemma's dus. Ik kreeg namelijk met Q&A's en met de Let's Chat aflevering kreeg ik heel veel dilemma's. Dus ik dacht van, hey, blijkbaar vinden jullie dat leuk. Bij deze een dilemma video. Waarschijnlijk ook echt totaal niet boeiend, maar laten we gewoon heel snel doorheen gaan. Vergeet me ook zeker niet even te volgen op Instagram, want daar plaats ik vaker van dit soort dingen. Ik heb zo... Laten we gewoon van onder naar boven gaan. Dansen of vloggen? Oeh, ik denk dan toch wel dansen. Want dansen doe ik echt al 15 jaar. En vloggen, ja, is leuk, maar dat doe ik niet dagelijks. Ik hoef het ook niet dagelijks te doen. Ik hoef niet elke dag een camera op mijn gezicht te hebben. Ja, oké, dagvloggen doe ik dan wel, maar dat is niet dat ik elke keer ga praten en dit dat. Het is minder intensief, om het zo te zeggen. Dus dan ga ik zeker voor dansen. Dan dansen of de Mac? Ja, die vind ik echt heel lastig. Maar ik denk dat ik dan toch weer voor dansen ga. Ja, dezelfde reden. Ik doe het al heel lang. Ik vind het leuk om te doen. Ik kan mijn emotie erin kwijt. Ik heb leuke mensen om me heen. Ja, dat. In het zwembad zwemmen of in de zee? In het zwembad. 100%. Oké, in de zee vind ik op zich ook wel chill. Je haar wordt er dan wel blonder van. Dus dat is het enige voordeel. Maar ik hoef niet elke keer in de zee te zwemmen. Ook als je weet wat er allemaal in die zee rondzwemt. Dan, nee. Mijn vriend of dansen? Ik denk dan toch mijn vriend. Mensen gaan boven dingen of dat soort dingen bij mij. Mijn vriend, 100%. Dansen of naar de Mac gaan? Oh, die hadden we net ook volgens mij. Nou, dansen. Yay, makkelijk. TikTok of dansen? Oeh, op TikTok kan je natuurlijk ook dansen. Ik ga dan weer voor de dans. Sorry guys, heel saai, maar ik ga voor de dans. TikTok of YouTube? Ik ben de laatste tijd wel meer bezig met YouTube als ik hier eerlijk ben. Vergeet zeker ook niet even dat meneer hier beneden. Dus ik weet niet, het ligt eraan wat voor opzicht denk ik. YouTube kan je langere video's plaatsen en gaat er ook wat meer op in. En TikTok is van, oh je swipet, je kijkt even en je swipet gelijk weg. Ik kan op zich op YouTube ook, maar ik denk dan voor nu TikTok omdat ik dat het langste doe. Is dat goede onderbouwing? Ik heb geen idee. Je vriend of Bas in 2020, 2021? Wat een vraag is dit. Mijn vriend van nu of mijn vriend van toen? Als het vriend van toen is, dan zou ik sowieso voor Bas kiezen. Maar vriend van nu, dan zou ik nu wel gewoon voor mijn vriend kiezen. Bas en ik moeten een keer gaan afspreken. Bas, als je dit ziet, hit me up, alsjeblieft. AZ of Ajax? Ajax, 100%. Fun fact, ik heb een keer gefotografeerd voor Ajax. Hier komen even foto's in beeld. Ja, dat was op zich best wel grappig. Maar ik heb echt niks met AZ. Ik heb echt niks met AZ. Sorry. Een konijn of een paard? Ik ga dan 100% voor een konijn. Want wij hebben die zelf hier ook in huis. En ik heb niks met paarden. Ik vind het wel leuk en mooie dieren, maar ik heb niks met paarden. Sorry. McDonald's of TikTok? TikTok. Ja. Ja, McDonald's is leuk, maar het is niet dat ik er zo gehecht aan ben als TikTok. Oké, dat lul ik misschien. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. McDonald's is leuk en TikTok ook. Alleen, ja. Ik zou voor TikTok gaan. Waarom? Voor gevoel, denk ik. Deze. Nooit meer dansen of nooit meer social media? Ik denk dan nooit meer social media. Ik blijf dansen gewoon doen. Althans, tot hoever ik kan natuurlijk. En tot hoever mijn lichaam het volhoudt. Maar social media gaat er ook een keer vanaf. Of het nou over een maand is, of het nou over een jaar is, of het nou over 20 jaar is. I really don't know, maar het gaat er ooit een keer vanaf. En dansen kan je altijd blijven doen. Nooit meer social media. Friet of patat? Jongens, oh my god. Ik heb hier eigenlijk een ding voor. Als ik naar de snackbar ga, is het patat. Als ik naar de Mac ga, is het friet. Dus eigenlijk beide ligt eraan waar je bent. Zomer of winter? 100% de zomer. Ten eerste omdat het dan lekker weer is. Ten tweede omdat ik in de zomer jarig ben. Ten derde, ik heb niks met kou. Ik vind het soms wel chill als het een beetje 13 graden is. Dan ik gewoon met een trein naar buiten kan. Maar als ik eenmaal in het buitenland ben, dan ga ik zeker voor de zomer. Zonvakantie of skivakantie? Fun fact, ik ben nog nooit op skivakantie geweest. En ja, misschien vroeger. Ik kan me wel herinneren dat ik ooit een keer naar de sneeuw ben geweest. Dat we hebben geskiet en dat soort dingen. Maar echt op een skivakantie. Of op een, hoe zeg je dat? Op zo'n, heet dat skivakantie? Ik weet niet, maar zo, daar ben ik nog nooit echt heen geweest. En het lijkt me wel leuk om een keer te doen. Het hoeft niet specifiek. Dan zou ik liever naar de zon gaan
en daar activiteiten doen. Vakantie doorbrengen met vrienden of familie. Ja, ik zit nu echt op zo'n leeftijd van, ga ik nog met mijn ouders mee op vakantie of ga ik gewoon lekker met vrienden? Ik zou voor deze allebei kiezen, want ik heb letterlijk de afgelopen jaren ben ik alleen maar met mijn ouders op vakantie geweest. En sinds afgelopen jaar, vorig jaar eigenlijk, ga ik ook met vrienden op vakantie. Dus ik heb eigenlijk een beetje twee vakanties in één. En heel af en toe dat ik nog een paar dagen erop uitga, maar daar blijft het even wel bij. Dus ik ga voor beide. Vrienden en familie. Oh lord. Elke dag het heel warm hebben als een soort sauna. Of elke dag het super koud hebben alsof je in een vriezer zit. Ik denk dat ik toch ga voor de sauna. Zoals ik net ook al zei, ik kan niet tegen kou. Ik vind het verschrikkelijk. Nogmaals, ik vind het echt heerlijk om gewoon met een winterjas naar buiten te gaan. Maar het hoeft voor mij ook niet min 20 te zijn of zo. Of dat het echt zo koud is dat die wind gewoon op je gezicht valt. En dat het gewoon, weet je wel. Nee, nee. Doe mij maar dan elke dag een sauna. Ja. Ballet of modern? Ik heb niks met ballet. Ik heb nooit ballet gedaan ook. Dus ik ga zeker voor modern dan. Chocola of snoep? Dit is eigenlijk best wel een hele makkelijke voor mij. 100% dat ik voor chocola ga, want ik ben geen snoepkont. Ik zou denk ik liever, mijn ma die zegt dat ook altijd, als ik een mueslireep en snoep voor me had liggen, dan ging ik altijd naar de mueslireep. Ik ging nooit naar de snoepkant. Maar ik ben wel die persoon die dan heel erg van chips houdt en ja, dat soort dingen. Dat valt niet onder snoep geloof ik. Maar ik ga dan zeker voor chocola. Hip-hop of modern? Ik heb nooit echt les gehad in modern. Ik vind het wel leuk om te doen, though. Maar ik denk dat ik dan toch wel voor de hip-hop kant ga. Omdat ik dat nu ja, gewoon onder de knie heb. Ik heb er lessen in. Ik snap de technieken. Ik doe er wedstrijden mee. Dus ja, hip-hop. Nooit meer dansen of nooit meer eten? Ik wil wel blijven eten. Dus dan nooit meer dansen. Maar ik denk dat je iets anders bedoelt. Maar zo staat het er hier niet. Nooit meer dansen of nooit meer zingen? Nooit meer zingen. Want dansen blijft altijd op nummer 1 staan. 100% NL. Soep of pap? Soep. Pap. Moet er niet aan denken op dit moment. Basisschool of mbo? Ik denk dat ik dan toch wel voor de mbo ga. Puur omdat ik echt... Op het mbo had ik zo'n leuke, lieve klas. En iedereen was zo gehecht aan elkaar. En iedereen hielp elkaar. En zelfs in de coronatijd. Onze klas werd, laat maar zeggen, doormidden gesplitst, om het zo te zeggen. En dat clubje waar ik in zat, oprecht, het werd zo hecht. Hetzelfde met de docenten. En ja, ik was wel echt blij dat ik dat had. En die klas ook had. En ik heb er echt de beste vrienden aan overgehouden, gelukkig. Dus ik zou zeker kiezen voor het mbo. Maar als je zou zeggen mbo of middelbare school. Ik kon op de middelbare school niet echt mezelf zijn. Op het mbo ben ik echt losgekomen qua mezelf zijn en dat soort dingen. Dan zou ik denk ik alsnog voor mbo gaan trouwens. Ik zat heel erg te twijfelen, maar voor het mbo. Pizza met of zonder ananas? Ten eerste, ik lust geen ananas, dus dan sowieso zonder. Ja, heel simpel. Gewoon zonder ananas. Joehoe! En dat waren alle dilemma's die ik heb gekregen. Het waren er heel veel, maar best wel veel dezelfde qua dansen en qua Mac en dit dat. Dus mocht je nou een leuke dilemma nog hebben, laat het zeker weten in de comments. En dan zie ik jullie heel gauw de volgende keer. Doei!